Yo mensen van Poertjong en eindelijk weer welkom terug bij weer een nieuwe video. Ja, ik weet het, de cam staat hier, oh, ik weet het. Ja, bovenin staan berichten, rechts onderin komen de bedragen die ik verdien, links onderin staat de radar, links bovenin staan de berichten. En rechts bovenin staat mijn equipment, dus ja, daarom staat mijn webcam hier. En als ik hem midden in beeld zou zetten, dan... stond het ook al helemaal niet. Welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag spelen wij MTA. En dat is GTA San Andreas in het in multiplayer. En kijk, rechts onderin hebben we alweer 84 gold. Welkom in de server CIT. En vin. Oh, wacht. Waar was ik nou gebleven? In deze server kun je eigenlijk het echte leven beetje nadoen. Nou ja, niet echt echte leven, maar je kan er heel veel van nadoen. Bijvoorbeeld, nou, wat die gast hier vraagt. En ja, dit is een server die de hele tijd up-to-date blijft, dus dat is wel mooi. Hij verandert soms ook een paar auto's. Dat kun je zien op het forum, alleen ik gebruik het forum niet echt. Dus ja, rest bovenin zie je hoeveel geld ik heb. Dat verdien je zo. Dus, ja, de link staat zo meteen bovenin, even snel in de, bovenin daar, ja, kan ik niet aanwijzen, daar gewoon boven, in het midden, bovenin, in het midden, tussen de links bovenin en rechts bovenin in, ja, daar, komt zo meteen even een linkie. En, nou ja, dit is echt een fijne server, en, ja, ik zie mezelf ook hier onderin. Ja, ik weet het. Echt heel erg stom. Ik kan mijn webcam eigenlijk niet eens... Of wel? Hey, het kan. Het lukt. Hey. Oh. Zo, die gast kwam even door de bocht scheuren. Ja. En dan ga ik jullie nu even iets laten zien waar ik trots op ben. Blijf staan. Blijf staan. Blijf staan. Blijf. Blijf. Juist. En dan ga ik nu even zien, laten zien waar ik heel trots op ben. Met dat geld kun je auto's kopen, huizen en wat dan ook. Ik heb geen huis, maar wel een heel veel auto's en een motor. Ik gebruik zelf heel vaak mijn motor. Maar, oeh, dat was een mooie wheelie. Maar soms gebruik ik ook mijn auto om snel weg te komen. Deze motor kun je namelijk niet echt gebruiken om snel door de bocht te vliegen, weet je wel. Dus ja, laten we maar wat gaan doen. Ik ga even wat doen. Ja. Er is een armored robbery. Dat is een... ja, zeg maar. Een overval op een bepaalde plek. Waar je drugs en geld van kan krijgen. En daar ga ik ook vaak op af. Alleen soms win je en soms verlies je. Rechtsbovenin zie je wapens die ik beheer. Sommige wapens gebruik ik bijna nooit. En sommige wapens, ja... Die gebruik ik gewoon altijd. Ik heb sinds kort, daar heb ik lang voor moeten sparen, heb ik een minigun gekocht. Jawel. Ah, nou, je kunt ook briefcases, zeg maar briefcases. Maar dat doe ik niet graag. Je kunt turfen als je in een groep zit. Dat zal ik een keertje laten zien als het lukt. Maar er wordt hier enorm veel geschoten en ik kan mezelf niet eens meer verstaan. Dus ja. Zou ik mijn eigen geluid toch ietsje zachter? Oh, dat was mijn camera. Die heb ik niet nodig. En, hoppa! En daar hebben we weer wat drugs. Kom maar! Ja, vuile! Ha! Hey, ik zie mezelf niet meer. Ik zie mezelf haperen. We zijn nu in de jail. Dat betekent dat je kan eruit. Maar dan moet je uitbreken of je moet een enorme som geld betalen. Kijk. Hier. Ik ga niet hoger. Ja, dat moet ik ook nog even veranderen. Wacht even hoor. Hier. Hé, hey, ik wil zeggen. Dan gaan we hier gewoon naar settings. Ja, je hebt hier allemaal knopjes. Ik weet het. Nou ja. Hier. Even naar. Wow, no problem. Naar beneden scrollen. Dit gaan we even veranderen naar 5000. En hoe doe je dat ook weer? Mijn webcam staat in de weg.
Maar ik heb hem aan kunnen klikken, dus. Ik kan mijn webcam misschien een beetje rechts zetten zometeen. Maar dat is niet een al te goede verbetering, weet je wel. Dus dat, Dan zie je alsnog mijn parachute niet, mijn camera niet en mijn tear... Waarom heb ik teargas? Oké. Nou, ik heb allemaal wapens. Ik heb een tasertje. Je kan hem niet richten, omdat je in jail zit. Je hebt een kleine kutrifle. Ja, die kun je weer niet zien. Ik zet zo meteen misschien zelfs mijn webcam... Nee, ik kan mezelf aan de linkerkant zetten. Dat ga ik doen. Nee, dan kan ik de... Wat zou ik doen? Want als ik hem links zet, dan... Ja, ik zet hem zo meteen links. Nou, wacht ik even tot mijn jailfine... tot ik uit jail ben, zet ik even snel mijn webcam anders. Tot zo. Nou, daar zijn we weer. Nu zit ik dus aan de linkerkant in plaats van de beneden. Nou ja, ietsjes meer verbetering. Volgens mij is er wel iets wat je links kan zien, maar dat doe ik niet. Goed, dan doen we even... pay, jail, fine. Hoppakee. En, genoeg. Ik heb 1 kill. Yeah. Zo, dat is een bomgeld wat ik daar bovenin. Dan kan je rechts onderin kan je dat soms ook zien. Maar ik doe altijd bovenin kijken. Maar als je rechts onderin kijkt, ik heb VIP powers. En dat betekent dat ik meer geld krijg. Niet voor turf, jammer genoeg. Maar wel voor banen of voor crimes. Ik weet het niet. Maar ja, dat is wel hartstikke mooi. Maar. Oh, ik ga de verkeerde kant op. Maar, of niet? Nee, ik ging de goede kant op. Dammit, sorry, hoe moet? Ik ben ook van het woord af, wanneer ik altijd Allahu Akbar zei. Oh, kut. Dat zeg ik niet meer zo snel. Hallo, ik ben Ahmed. Ik ben vluchteling en kom hier crème plegen. Nou ja, je snapt het wel. Oh, waarom zei ik dat op die manier? Je snapt het wel. Ik snap het wel. Is dit armored robber? Oh, shit. Ik ben weer bezig hoor. Godverdomme. Kijk, ik ben zo weer... Wat? Ik heb hem niet geraakt. Tot ziens. Bye bye. Doei. Tot nooit meer ziens. Ja, jammer dan. Next armored robbery is... Ja, jammer genoeg. Next armored robbery is oil. We gaan oil stelen. Zo. Ja, en als je oil gaat stelen, ja, dat is heel veel waard tegenwoordig. Ik ben een van de eerste voor dit gedoe. Ja, ik weet ook niet waarom dat zo leuk is, maar ik doe het gewoon. Hoppa, extra. Nu heb ik extra heat. Jongen. Oké, dan doen we even snel repair kit. Ja, jullie zien allemaal wat ik doe, maar jullie snappen er niks van. Au. Help. Ah! Nee, dat was niet de bedoeling. Kut! Kijk, dat zien jullie dus weer niet. Waarom heb ik zoveel geld verloren? Oh ja, ik heb automatic pay jail fine gedaan. Haha, geintje. Sorry. Oh, ik moest even zelf... Laat maar. Je kan ook in je banden geschoten worden, maar dat kan je sowieso, hè. Maar dat vind ik altijd nice. Als ik... Ah, daar heb je Nietja, de eigenaar van de groep. Nee, maar als je... Ik ben tegenwoordig een heatseeker, weet je wel. Ik ga echt op iemand af. Ik ga echt op degene af. Armored robbery. Oh, ik ga tegenaan. Dat scheelde niks. Wat doe ik nou?
Dus ja, eigenlijk werkt MTA, ja, MTA werkt eigenlijk gewoon hetzelfde beetje als, oh sorry agent, MTA werkt hetzelfde als gewoon GTA, maar je kan in sommige servers veel meer dan dat. Keep the turf under control, zegt hij. Oh, ja, ik ben bezig met Armored Robbie, jongens. En weet je wat het mooiste is? Als ik zeg maar criminal outlaw ben, dat betekent dus dat ik doodgeschoten kan worden door andere criminelen, dan verdien ik ook turf money. En dat is echt, echt geweldig, weet je wel. Waar ga ik nou naartoe, man? Die kant op, Jack. Hoi, Nederlands. Nee, geen Nederlands. Oh, toch wel. Je hebt zeg maar verschillende soorten chats. NL-chat, local-chat, main-chat. Dat betekent dat je in een bepaalde stad waar je bent, chat. Je hebt ook de group-chat en alliance-chat. Oh, en nog je eigen land-chat. Ja, en team-chat, hè? Team-chat. Ja, echt veel chats. Hallo? Nee! Ah, kom op, wat een vuile. Serieus, dat, nee, dat vind ik echt niet. Dat is, oh, dat vind ik naaiend. Dat vind ik echt naaiend, jongens. Oké, de godverdomme. Nou, dan pakken we even de jetpack. Ja, dat kan je als je VIP bent. Dat is het voordeel als je VIP bent. Ja, dan gaan we weer naar de ARL. ER. Pff, laat maar weer. Dus. Oh. Ga maar lekker liggen, jongen. Dit is trouwens de skin die ik heb. Is de team skin. Dus. Ja. Nou, daar. Hiermee komen we ergens, hè. Hiermee komen we ergens. Oké, Armored Robbie. Oil platform. Goed. Hey, joh. Jongen. Uh-oh. Oeh. Oh, ga je racen met me? Ga je met me racen? Oh, dat heb je goed gedaan dan. Oké, die was echt droog. Ga je met me racen? Ga je met me racen? Oh, dat heb je goed gedaan. Ja, ik laat het gewoon voorgaan. Nou ja. Je kan ook cruise control. Kijk, nu rechts onderin bij dat slotje. Ik geef nu geen gas, hè. Dat doet hij uit zichzelf. Oh. Oeps. Hallo meneer. Oeh, bijna van de scooter afgedampt. Dat is jammer, hè, dat ik het niet heb afgemaakt. Wat zwam. On my way. Oh. Hey man. Gaat die man. Ja, je kunt ook je kunt ook vrij schieten in je auto. Dat vind ik ook wel keimel eigenlijk. Eigenlijk is het kei mooi, hè? Bochtje om, iep. En gaan. Dus ja, het is weer een tijdje geleden dat ik een opname gedaan. Ik weet het. Ik weet ook niet waarom. Maar ja. Nou, dus willen liever niet hebben dat ik GTA speel. Dus. Nou ja, in ieder geval zijn we hier en we pakken de motor. En we stappen af. Nee, we stappen niet af. We rijden naar binnen. Waarom rijden we naar binnen? Omdat ik het leuk vind. Waarom zijn er zoveel, zo weinig mensen, bedoel ik? Te weinig criminelen in één gebouw. Ah, sorry. Ik ben nog steeds een beetje, een heel klein beetje verkouden van een paar dagen geleden. Ik weet ook niet waarom, maar God wil dat ik dat heb. Waar zijn de agenten? Je kan namelijk agenten vermoorden voor drugs. En verdomme, is hij nu al voorbij? Zo. Au, 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 au. It hurts. It hurts so much. Kom maar.
Kom maar, agent. Kom maar, Raju. Oh, hij heeft wel lef. Kom maar. Hij is echt een valsspeler eigenlijk hoor. Ik moest even concentreren, sorry mensen. Ah, gaat hij op je schieten en uiteindelijk komt hij weg. Uiteindelijk gaat hij weg, hè? Uh-oh. Oh! Zijn weer. Oh! Ik denk dat ik eigenlijk weg moet wezen hier, hè? Ik ga hier beneden zitten. Iets veiliger. Ietsjes hoor. Ook niet. Ook niet echt zoveel veiliger, maar. Het is tenminste iets. Schiet hem neer. Maai hem neer. Kom eens hoor. Gaat hij naar mij toe rennen? Zie, dat bedoel ik. Hij is pushy. Maai hem nou neer, man. Oh, ik heb het gevoel dat ik zo in mijn eentje ben. Hey, als je drugs gebruikt, gaat dat meestal ietsjes beter, maar dat hoeft niks te zeggen. Je kan zo doodgeschoten worden. Maar, oh! Die gast blijft maar rondrennen hier. Dus als ik nog een half minuut met hem volhoud. Ja. Zo doe je dat. En dan ga je gewoon rennen. Gewoon deze buis doorrennen. Je kan ook natuurlijk je motor pakken. Maar dit gaat ietsjes makkelijker ook. En dan pak je hier gewoon weer je motor. Over een 10 seconden. Wacht even hoor. Ik kan zo... komen. Daar heb je hem. Dan spring je er gewoon op en dan ben je weg. En dan pak ik nu weer mijn balaclava, want dat is beter. Ik heb mijn balaclava op. Ja. Want als je dat ding pakt, dan heb je sneller de kans dat je weer eens weg is. Je wanted level, zeg maar. Maar nu heb ik dus weer een beetje drugs, weet je. En ja, daar doe ik het voor. Zodat ik dat weer kan verkopen. Maar ik vertel mijn geheim niet van rijk worden. Ik was namelijk ooit rijk, maar ik heb dat rijk weggedaan omdat ik het niet meer leuk vond, weet je. Dus dat heb ik verspeeld aan een vliegveldje. Ja, vliegveld? Nee, aan een vliegtuig. Heel klein vliegtuig hoor. Voor 3 miljoen, zei ik. Dus ja. Kent iemand trouwens de Andromeda? Dat is het namelijk. Dus ja. Dan gaan we naar een van Rifters. En dat is een van mijn groepen. Rifts. Nee, dat is een groep van ons. Rifts. Ja. We moeten... Kijk, rechts bovenin zie je sterren. Nou, die sterren staan dus... net zoals in...
Net zoals in... wat zei ik nou? Wat zei ik nou? Ja, die staan net zoals in de store, in de gewone game, staan ze ook daar. Maar nu staan ze op een andere manier, weet je wel. Kijk, nu ben ik ze kwijt. En dat betekent dus heel veel... ja, zeg maar. Heel, ja. Je hebt ook een hijack, die doe ik soms. Dan staat er CJ, dat betekent carjack eigenlijk. En ja... Ja, voor de rest is er weinig te doen. Dit was de oude hoed van Riz, zeg maar. Het is verouderd, man. Het is echt verouderd. Lijkt het net. Maar volgens mij is dit gewoon Riz hoed. Maar goed. Het was Riz hoed. Wij zitten nu in een andere hoed. Nou ja, kijk, dan ga je dat even vragen, snel. Even kijken of we antwoord krijgen. Meestal wel, hoor. Ah, nee. Maar soms dan reageren ze, soms niet. Maar goed, maar goed. Wat wilde ik nou gaan doen? Ja, ik kan eigenlijk een beetje weinig op dit moment. Vooral als je in één keer een opname gaat doen. Ik heb zelfs een vuilniswagen. Ik heb een bootje. De goedkoopste. Ik heb een busje om geld mee te verdienen. Ja, dat klonk heel verkeerd eigenlijk. Tanker om geld mee te verdienen. Pizza boy geld mee te verdienen. Gabby geld mee te verdienen. Heel veel om geld mee te verdienen. Net zoals bus. Ik pak mijn Infernus. Kijk aan. Oh, ik kan gewoon rijden met mijn Infernus. Oké, dan gaan we een stukje rijden. Dit is een auto die ik net heb gekocht eigenlijk. Nou, niet net. Ik bedoel... Oh. Ik kon nog naar de paint spray, jongens. Dan moet ik weer een repair kit gebruiken. Als je... F1 is, by the way, voor hulp. F2, dat is voor je voertuigen. F3 heeft niks. F4 is je, zijn je drugs. F5, dat is hoe ver je bent met je... met je statistieken, met je baantjes. Als criminal of als civilian. Of als, nou ja... Of als politieagent. Ja. Kijk, we hebben nu heel Los Santos. Dus dat is wel mooi. Eigenlijk. Maar goed. Gaat hij Arabisch praten? Man. Ja, oké. Ik gebruik ook zo vaak de local chat. Maar ja. Goed, laten we een stukje gaan gassen, man. Ja, gaat hij ook nog eens Arabisch praten? Jongens, ik spreek dat niet. Lijkt net alsof je wat in je mond hebt. Oeps. Dat moet je dus niet doen. Zo! Die kwam ook hoog. Oh, sorry. Dat je dat ook overleeft. Fuck hem! Gaat hij, hè? Komt hij, hè? Hier, dit is van Riz, deze club. Malibu Club. Ja, dit wilde ik even een keertje laten zien, hè. De Malibu Club. Waar kennen jullie dat van? Natuurlijk. Van GTA Vice City. Ik vind dat zo grappig, hè. Deze is er gewoon in geëdit, hè. Dit is niet van, van GTA San Andreas zelf. Dit is er in gemaakt. Dat kunnen ze namelijk in servers. Je kunt hier... Hier. Ja, je
kunt er van alles mee. Echt waar. Serieus. We doen even N, zodat we de weg kunnen volgen. En uiteindelijk wat mensen kunnen vermoorden. Dat doen we voor geld, weet je. Ik leef van mijn drugs, van mijn kills. En ja, dat is het eigenlijk. Soms doe ik wel civilian jobs, maar niet altijd. Waar kennen jullie dit plein van? Het is niet zo moeilijk. Ik heb het zo vaak gezien, hè? Dit plein. Alleen niet in deze game. Niet in deze, hè? Waar ging ik nou? Oh nee, deze kant. Dat is van GTA 5. Nou, het is niet van GTA 5, maar het wordt ook gebruikt in GTA 5. Daar ging ik bijna. Nou, je ziet hoe hard dit ding kan, hè? Oh ja, trouwens, als je door no entry signs gaat, dan krijg je $500 boete. En dat wil je niet. Nou, we zijn nu al een half uur bezig volgens mij, denk ik al. Ja, ik heb best plezier in dit spel. Ja, laten we even wat gaan doen. Het meeste deel van dit was gewoon uitleg. Maar ja. Oh, ik had vroeger een mooie baan. Dat was nieuwsreporter. Maar die is verwijderd omdat je te makkelijk geld verdiende. Vanwege je maakte een fotootje, kreeg daar 2000, 4000 voor en dat was het. Maar ja, dus ja. Nu kan het dus niet meer. Jammer genoeg. Maar daardoor had ik mijn tweede miljoen verdiend. En dat was wel nice. Maar goed, laten we even van de auto wegstappen voordat die mij. Dag, dag. Als een agent langskomt, moet je er vooral niet. Hallo. 15 sterren. Een record. Nee, geintje. Mijn beste record in sterren was 360 volgens mij. Of zo. 350. Kijk, hoppakee. Woehoe. Daar had ik weer wat geld, hè. Oké, je kunt. Rechts onderin zie je ook hoeveel damage je hebt, maar je ziet ook of je nog benzine hebt. Ja, dit is zo klote, benzine. Echt waar. Maar goed, ja. De rest hebben we echt weinig te doen. Ik ben nu die ster al kwijt, maar. Oeh, dat was een mooi spinnetje eigenlijk. Hoppa. Oké. Een criminal event, laten we daar naartoe gaan. Oh. Criminal event, laten we dat gaan doen. Civilla. Voor een event. Nou, dan gaan we naar de GPS. Dat is hartstikke mooi. Criminal Villa. By the way. Je kan met mobiel. Met je mobiel kan je van alles. Je kan camera, notes, daar kun je wat opschrijven. Klok hoe laat het is en stopwatch kan je doen. Rekenmachine is heel handig. Oh ja, hebben ze. We gaan weer voor oil, jongens. Ik ga niet voor criminal event zo snel, weet je wel niet, omdat ik liever een race doe of oil. Ja, ze doen dat altijd net op tijd, net op de tijd dat ik oil wil gaan doen. Dus dan kom ik nooit toe aan een criminal event. Waar je best veel mee kan verdienen. Maar ja. Zo ben ik niet, weet je. Oh. Zie je, dan krijg je dat. En als hij het had gezien, dan had ik $500 boete. Zo. Hoe lang ben ik nou al bezig met slippen? Oh. What the fuck? Daar moet ik toch niet naartoe, jongens. What the fuck? Dit doen ze nou altijd bij het oil turfen. Oil turfen. Ik bedoel bij de oil robbery. We hebben nog 32 damage. Dus uh-oh. Laten we even deze snelheid aanhouden. Dan crashen we niet zo snel. En ik neem mijn woorden eigenlijk terug, weet je. Kijk, dat bedoel ik. Als dat de hele tijd gaat gebeuren. No, no. Uh-oh, dat bedoel ik. En natuurlijk. Dan mag je naar de markt en dan mag je repair kits gaan kopen.
Wat zijn dat? Ja, dat zijn echt dingen die takken duur zijn. Oh, nee, dat was niet de bedoeling. Deur dicht. Oh, dat doet hij weer niet. Deze dingen kosten best veel, dus daarom heb je ook olie nodig om het geld weer terug te krijgen. Maar ja. Goed. En ja, je kan nog steeds toeteren, zoals ik heel vaak doe. Godverdomme. What the fuck? What the fuck, man? Ja, dat zei ik. Jullie denken weer heel anders over me. Wat mag ik weer gaan repareren? Oké, ik ben vandaag echt nieuw bezig eigenlijk. Komt omdat ik een beetje natuurlijk zo blij ben dat ik weer een video mag maken. Denk ik. Smoesjes, smoesjes. Smoesjes, poesjes. Hier, laten we even een stukje gaan. Oepsie. Oh ja, die gasten willen dat we gaan turfen, zodat we turf money kunnen verdienen. Maar ja. Oh ja, Rifts is een hele coole groep. Wow, zag je die stunt? Hopen dat ze niet spijkermat gaan leggen. Hè? Mijn auto, maat. Mijn auto. Hier, laten we een motor gaan pakken. Dat is mijn getaway vehicle, weet je. De motor. Echt. Mijn hele getaways heb ik te danken aan mijn motor. Als je de hele tijd moet instappen bij een auto. Ja, dat duurt 5 seconden. Gaat hij hem omleggen? Dat duurt 5 seconden voordat je erin zit. Bij je motor kan je binnen 2 seconden er al op zitten. Dat is een gast van mijn crew, even dat je weet. Ja, en ik heet natuurlijk nog steeds Terminator Steel, mijn spelletjes, hè. Hier, laten we LSD kijken, dan kunnen we door de muur heen kijken. En wat een sensatie is dat. Het grappige is, je kan ook niet eens, zeg maar, high raken. Dus ja. Hey, jij was net nog een politieagent. Vuile homo. Ben ik een armor? Armor. Yeah. Damn, ik heb mijn iron verkocht. Ach ja, dat maakt niet uit. Oh. Nou ja. In ieder geval, voor de rest kan je hier weinig, ja. Je kan zelf ook een vriendin nemen, wat ik al vaak heb geprobeerd. Ja, man. Oh, oh, komt er eentje, komt er eentje, komt er eentje. Komt er eentje aan, hè? Komt er eentje aan. Aanrennen! Sprong die nou? Hij komt via de buis. Oh, dat is niet mooi. Als ze via de buis komen, dat is niet echt mooi als dat gebeurt. Want ze kunnen zo... Ze kunnen zo... En dan hier uitkomen, weet je wel. Waar wij net doorheen zijn gegaan, de eerste keer dat ik dat ben gaan doen. De eerste keer dat ik dat ben gaan doen. Waar kwamen ze ook door de buis. Dus ja. Ook niet echt zo mooi, hè. Dus we zijn nog steeds een beetje bezig hier met agenten neermaaien. Oh. Kom op. Au, au, au. Oké, ik werd in ballen geschoten, zag je dat? Waar blijven die agenten nou? Serieus. De hele tijd zitten we hier te schuilen, maar... Oh nee, Chu was die agent, ja. Uh-oh, komt er eentje naar binnen.
Hoppa. En toen waren we klaar, toen mochten we gaan escapen. Oeh, Spijkerman. Oepsie, nu hebben we een lekke band. Dat is jammer. We kunnen worden gepakt. Op naar een pain spray, jongens. Dat zijn screwed. No, please, let me do it. CJ, dit is de carjack, jongens. Dit is de definitieve carjack. Als je afstapt, instapt. Uh-oh. Nee, eat op de motor. Hier. Ik heb nu weer extra sterren. Dus ja, mensen kunnen je doodschieten voor deze missie, hè. Dus je moet heel goed uitkijken hiermee. Sorry man. Jongen. Wow. Hij glijdt wel heel makkelijk over de weg. Dat is wel stom eigenlijk. Maar die gasten, die gaan je beuken. Fuck off! Hey! Oh! Gasten, gaan je de hele tijd beuken. Dit is niet leuk. Jammer, joh. Ik rijd door, ja? Nee. Fuck off. Leroy Jenkins! Ja, man. Ik ga hem in het water dumpen hoor, een keertje. Ja, dank je. Nee joh! Fuck! Laat maar weer. Godverdomme man! Oh, dat was gewoon naaiend. Ik bleef gewoon haken daar. Kijk, en dan gaat hij me vermoorden, hè? Kijk. Nee, ik ga niet eens meer een poging wagen, weet je. Ik pak gewoon motor en ben weg. En dan gaat hij me ook nog uitlachen. Daar kan ik echt niet tegen meer. Maar ja. Al die moeite voor niks. Kijk, zit ik weer op motor met een lekke band. Hartstikke mooi, jongens. Kan niet beter vandaag. Ik had al een kutdag. Dus ja. Kijk, als ik nu nog word aangehouden. Ja, ik zal mijn animations vast aanzetten, weet je wel. Ja. En dan gaan we zo ook nog eens over het politiebureau. Kijk maar. Dat zul je altijd zien. Ik troll. Kijk, dan gaan we over het politiebureau. Hartstikke leuke. Oh ja, natuurlijk. Natuurlijk crash ik ook boven het politiebureau. Dat is me al zo vaak gebeurd. Maar dat is gewoon jakkerweg, weet je. Dat is gewoon... Soms is het zo erg dat ik van mijn motor afspring en zeg van niet schieten. Dan stap ik af, doe ik mijn handen omhoog en dan, ja. Hier komt er eentje aan. Kijk, en dat gebeurt de hele tijd wanneer ik probeer te ontsnappen van politie. Maar goed, het zal wel weer. Dan ga je gewoon hierheen. En naar het
einde van deze baan. Oh, is mis. Anders doen. Kijk nou uit, verdomme. Zegt hij. Ik heb een lekker band. Ik kan niet zo goed rijden. Kan je zelf ook wel zien, of niet, Pipo? Kijk, zit er een agent op te wachten. Zie hem gaan, die agent, hè? Uh-oh. Snel, snel, snel. Hier heb je een briefcase mission. Alleen ik ben daarvoor. Ik ben wanted, dus die kan ik niet krijgen. Ja, ik kan hem wel krijgen, maar dan neem ik een enorm risico. Kijk, komt de agent achteraan, hè? Komt de agent, hè? Hoppa! Logion. Oh, hij doet zijn sirene aan, hoor. Hij doet zijn sirene aan. Komt-ie? Komt-ie? En cop inbound. Ah, ik kan me niet eens bijhouden. Kom dan. Ik maak het hem makkelijk. Hier. Kom maar. Komt hij nog? Waar blijft hij? Ik wil zeggen. Kijk, dat bedoel ik met hittenzoeker. Ik vlieg gewoon door de straat en de politie achter me, weet je. Maakt mij echt helemaal geen reet. Oh, oh, kut. Voorzichtig. Waar blijft hij nou? Oh, dat is jammer, hij is gestopt. Hij komt niet meer, zeg. Wat flauw. Nou ja. Zo raken we in ieder geval zijn sterk kwijt. Oh, dat was een mooie doorgang. Hier. Kijk, het gas geven. Oh, natuurlijk. Natuurlijk. Uh-oh. Oh, ik ben mijn wanted sterk kwijt. Hé, man. Oepsie, sorry. Hé. Achtervolging op de scooter. Ah, oh, bijna. Oké, okay, dit moet je dus doen, hè, trollen. Hier. Dit doe ik wel elke dag een keer. Hij is snel, maar ik ben snel, hè. Volging, man. Oeh. Die was goed. Die was echt goed. Oh, wacht eens even. One second. Zet je. Nee, daar ben ik nu te laat voor eigenlijk. Goed, ik ga jullie even laten zien hoe je iets op de markt moet zetten. Oh, nee, die had dat niet. Oh ja, natuurlijk zit dat in de weg. Oké, okay, nou. Ja, LSD, dat gaat niet makkelijk over de toonbank, maar het, we doen het gewoon. We doen het 2-7. En
voor $100. En dan is het gewoon een kwestie. Zie, het wordt gelijk gekocht door een bot, zeg maar. Die automatisch voor je koopt. Nou ja. En ja, eigenlijk vond ik dit wel dat het de video was. Mensen van ProChannel, vond je dit nou een leuke video? Like dan, reageer en abonneer. Misschien zie ik jullie de volgende keer heel graag terug met weer een nieuwe aflevering van MTA. Adjo.